Deze video is mede mogelijk gemaakt door idee.nl. Het kan je niet zijn ontgaan. Er zijn nieuwe regels in aantocht omtrent de BPM en het complete belastingstelsel omtrent bedrijfswagens. En dat is voor Toyota dan ook een mooie reden om hun geüpdate Toyota Professional wagenpark te laten zien. En dat is dan ook dat ik ga doen in deze video. Het Toyota Professional Gamma begint met deze Pro Ace City. Je zou hem wellicht van ander merk kunnen kennen als bijvoorbeeld Partner of Berlingo. Maar feit is wel, de nieuwe Toyota neus doet echt recht aan het design. Ik vind het echt wel een strak ogend compact busje. De Pro Ace City komt er met een dieselmotor met een automaat, een benzinemotor zelfs, een 1200 driecilinder turbo benzinemotor of volledig elektrisch. Dan heeft hij een rijbereik van tot 330 km volgens de WLTP testmethode. Maar het leuke is, zowel deze Pro Ace City als de grotere Pro Ace die ik hierna voorstel, zijn ook leverbaar als Verso variant. En dan kan je dus met 5 of 7 personen op stap. Sterker nog, die grotere versie is zelfs leverbaar als 9 persoons variant. En het leuke is, je kan dan heel veel personen, maar ook vooral bagage kwijt. Je hebt zelfs een achterruitje dat separaat is te openen. En zo kan je wat kleinere dingen inladen. Maar als we hem gewoon openen zoals het hoort, normaal gezien, grote bagageruimte, je kan alles neerklappen, dan heb je gewoon een busje. En zoals je kan zien, ik kan met mijn 1,84 meter gemakkelijk onder de laadklep staan, dus dan sta je nog droog, ook als het slecht weer is. Het interieur van de Pro Ace City is geüpdate ten opzichte van zijn voorganger. Standaard krijgen we een iets eenvoudiger aangekleed interieur, dus niet zo digitaal als in dit exemplaar. Maar bij de dieselmotoren of de benzinemotor kan je optioneel kiezen voor een volledig digitaal instrumentarium en een groot breedbeeld multimedia navigatiesysteem met live verkeersinformatie, maar ook draadloos Apple CarPlay of Android Auto. Dit digitale instrumentarium en dit infotainment systeem is standaard in de elektrische Pro Ace City. Ook zien we in deze Pro Ace City een gloednieuw stuurwiel, ligt lekker in de hand. Cruise control bediening aan de linkerkant, rechts zien we infotainment bediening en het stuurwiel is zowel verticaal als axiaal verstelbaar. En dat laatste is geen gemeen goed in de bedrijfswagenklasse. Ook zien we twee USB-C aansluitpunten en het mooie is toch wel, ook zo'n compacte Pro Ace City kan je uitrusten met een gescheiden climate control systeem en zelfs zaken als stoelverwarming. En handig, ja, vind ik toch wel die bekerhouders hierboven. Aan het dashboard extra opbergruimte voor bijvoorbeeld het herbergen van losse items. Maar ook hier achter het scherm kan je nog heel veel spulletjes kwijt. En dat geldt ook voor de vakjes hier beneden. Hier nog een extra vak hieronder en de grote portiervakken. Maar het beste van zo'n klein compact busje, dat is dan wel dat grote vak hierboven. Hier kan je ontzettend veel spullen in opbergen uit het zicht. En het is ook wel veilig als je bijvoorbeeld een noodstop moet maken, dat het aan de voorkant van het dak zit. Het schuift niet zomaar alle kanten op. De nieuwe Pro Ace Worker, hier in Velvet Green uitgevoerd. Erg fraai als je het mij vraagt. Kan je herkennen aan zijn nieuwe LED koplampen met LED lichtsignatuur, dat nieuwe Toyota front ook hier aanwezig. En deze Pro Ace Verso in executive uitvoering, erg smakelijk als het een busje moet zijn. Ik zou hier persoonlijk erg blij van worden. Hoogglanszwarte details in de grill, mooie zilverkleurige accenten daaromheen. Keurige lichtmetalen wielen en dit is gewoon echt een hele representatieve bus als je het mij vraagt. De Verso, personenbus dus, executive, 8 persoons, donker getint glas aan de zijkant, maar we zien ook een geüpdate interieur. Want stap ik achter het stuur van deze Pro Ace Executive Verso, hele mond vol. Nieuw digitaal instrumentarium recht voor je neus, groot breedbeeld infotainment systeem met Apple CarPlay, met Android Auto. Maar we zien ook handige noviteiten als bijvoorbeeld een bekerhouder die is aangepast zodat je daar bijvoorbeeld ook je telefoon in kan zetten. Vind ik een hele handige, slimme update. Verder zien we een USB-C aansluiting zodat je op een iets modernere manier met een modernere kabel je telefoon kan opladen en een gloednieuw stuurwiel. En dat gloednieuwe stuurwiel is voorzien van cruise control aan de linkerkant.
linkerkant, aan de rechterkant infotainmentbediening. Maar we zien ook zaken als bijvoorbeeld tot level 2 autonoom rijden met middels een adaptieve cruise control. En die stuurkolom is zowel verticaal als axiaal verstelbaar. Kijk ik achterin deze Pro Ace Verso, dan zien we onder andere twee elektrisch te openen en sluiten schuifdeuren. We zien drie zitplaatsen die in de lengte verstelbaar zijn. Ik zie hier twee USB-C aansluitingen voor het opladen van smartphones of tablets. Een tafeltje dat ik kan uitklappen met een houdertje zodat je er een tablet achter kan klemmen. Ik zie een 220 volt aansluiting voor het opladen van bijvoorbeeld een laptop. Maar ik zie hier achterin ook nog drie extra zitplaatsen. En niet te vergeten, twee glazen panelen, zodat je extra veel licht in het interieur krijgt en je eigen climate control. Super deluxe limousinebus als je het mij vraagt. Maar de belangrijkste toevoeging aan het Toyota Professional wagenpark, dat is deze Pro Ace Max, een auto die ze nog niet hadden. Want 30% wordt opgenomen, wordt gedekt door de Pro Ace City. Een andere 30% wordt gedekt door de Pro Ace Worker. Maar er was dus nog een gat in het gamma van Toyota Professional. En dat gat diende te worden gevuld met een enorme bedrijfsbus. 80% van de gevallen van deze Pro Ace Max zal zijn uitgerust als lengte 3, hoogte 2. Zoals hij hier staat, een bus van 6 meter lengte, dik 2 meter breed, laadruimte van 13 kuub inhoud en een laadlengte van 3,70 meter. Hij komt er met turbo dieselmotoren in combinatie met een achttrapsautomaat naar wens, maar hij komt er ook vooral volledig elektrisch. En dat betekent dus dat je een volledig elektrische gejoekel van een bedrijfsbus kan aanschaffen met 400 kilometer rijbereik, 420 kilometer zelfs volgens de WLTP testmethode, zonder uitstoot. En ja, wat ik dan wel mooi vind, hij staat nu continu aan, zonder dat er sprake is van een dieselwalm rondom die bus. En ja, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Maar Pro Ace Max, duidelijk herkenbaar als een Toyota Pro Ace variant, herkenbare snoet. We zien mooie LED-koplampen, LED-dagrijverlichting. En voor de veiligheid zien we onder andere parkeersensoren rondom, dus voor, achter, maar ook aan de zijkant. Zodat die 6 meter lengte continu wordt gemonitord voor jou als bestuurder. Maar neem nu deze Pro Ace Max. Wat Toyota ook ontzettend belangrijk is en waar ze heel veel werk van maken, is het Toyota Relax. Want er komt meer bij kijken om zo'n bus in te zetten voor jou als ondernemer. Je moet hier kilometers mee maken, maar je moet vooral ontzorgd rijden. En dat is dan ook iets dat Toyota ontzettend belangrijk vindt. Om te beginnen krijgt Nederland in 2025 15 Toyota Professional locaties. Dedicated locaties voor bedrijfswagens, want ze hebben er nogal wat. Ze hebben het breedste bedrijfswagenaanbod in Nederland. Dus die in die Toyota Professional Centers, daar kan jij je bus kopen, je kan hem laten onderhouden, maar je kan er ook genieten van je vaste persoon die de bus aan jou heeft geadviseerd. Jou adviseert sowieso in het aankoopproces naar de juiste bus, of jij niet bijvoorbeeld beter af bent met een volledig elektrische, of dat jouw specifieke situatie beter af is met een diesel aangedreven Toyota Professional bedrijfsbus. Maar dat blijft jouw vaste contactpersoon. Maar wat Toyota ook erg belangrijk vindt, is een turnkey oplossing voor jouw bedrijfsbus. Dus dat heeft niet alleen te maken met de keuze voor een aandrijflijn en hier heb je de sleutel successen mee. Het heeft ook te maken met de inrichting van jouw bus. Ze kunnen bijvoorbeeld voor een loodgieter, een schilder of voor de bouw kunnen ze ervoor zorgen dat er een hele betimmering plaatsvindt. Dat de zijkanten zijn betimmerd, dat die is voorzien van diverse schappen of denk ook bijvoorbeeld aan elektrische installaties als dat jouw wens is. Maar wat ook goed is om te weten, ook handig hè, die deuren blijven zo staan of je kan ze verder open doen en dan heb je helemaal maximaal toegang. Maar wat ook belangrijk is om te weten, Toyota geeft ook op de bedrijfsbussen maar liefst 10 jaar garantie met een maximum van 200.000 kilometer. De volledig elektrische bedrijfsbussen krijgen zelfs 300.000 kilometer garantie op het batterijpakket. Dus ook op dat vlak is het merk zeker van zijn zaak. En dat doen ze op een best wel unieke manier, want we gaan er niet om liegen. Toyota werkt samen met het Stellantis concern. En het Stellantis concern hanteert, ja, het is misschien een klein beetje tricky om te zeggen, maar bij Toyota zijn ze net even iets secuurder voor wat betreft de aflevering van die bussen aan het
einde van de fabrikagelijn. Zo controleren zij aan het einde van de fabrikagelijn elke bus op eventuele fouten of gebreken. En op die manier kunnen zij dus de standaard verhogen en dus gewoon 10 jaar garantie bieden. Eenmaal op pad met de grootste Toyota van dit moment. Let wel, hij is zo groot dat hij op een paar centimeter na de ProAce City in zijn 17 kubus laadruimte kan herbergen. De ProAce City Max Electric, belangrijke auto gezien het streven van 50% elektrische Toyota bedrijfswagens de aankomende jaren. Hele fijne bus om mee op pad te zijn, laat dat duidelijk zijn. En dat komt onder andere vanwege het feit dat hij volledig elektrisch is. Geeft lekker veel rust in het interieur, zorgt voor een soepele aandrijving. Maar dat komt ook wel op het konto van de best wel overbemeten aandrijflijn van 270 pk sterk en een koppel van 410 Nm. Beide vanaf 0 toeren per minuut leverbaar. En dat zorgt ervoor dat ik zojuist een Dodge Ram 1500 op heb staan duwen bij het stoplicht. Want ik had zoiets aan de kant, want ik kom eraan met mijn ProAce Max. Fantastisch potente bedrijfsbus. En dat zal ook zo het geval zijn als er iets achterhangt of als hij is beladen. Want let wel, hij mag 2400 kilo trekken, die ProAce Max Electric. En dat is een behoorlijk gewicht. Maar belangrijker is, hoe ver kom je ermee? Nou, 420 kilometer volgens de WLTP-testmethode. En die testmethode wordt gedaan in combinatie met belading. Dus ook als er wat gewicht in die 17 kubus laadruimte is gehuisvest, moet die nog behoorlijk ver komen. Is hij leeg, dan kan je hem opladen met een 11 of 22 kW boordlader. Zorg ervoor dat het 110 kWh accupakket in ongeveer 10, 11 of ongeveer 5 uur weer is opgeladen. En hij kan snel laden met maximaal 150 kW. En dat zorgt voor een 10-80% vulling in om en nabij de 50 minuten. Voor wat betreft de luxe aan boord kom je niets tekort. Ik zie climate control, een mooi multimedia navigatiesysteem met cloud-based navigatie, live verkeersinformatie, draadloos Apple CarPlay en Android Auto, haarscherpe achteruitrijcamera die je echt een heel veilig gevoel geeft op het moment dat je achteruit rijdt, maar ook bijvoorbeeld zaken als een digitale achteruitkijkspiegel. Je zit erg hoog, hebt ook nog eens comfort als een verwarmde voorruit dat ervoor zorgt dat je gedurende wintersomstandigheden niet hoeft te krappen en altijd goed zicht houdt naar voren, duidelijke buitenspiegels inclusief blind spot detection, het zit er allemaal op en aan. En voor wat betreft die veiligheidssystemen, er is geen euro bespaard, want ook dit is een Toyota. En we zien dus ook een autonoom noodremsysteem en zelfs comfort als bijvoorbeeld level 2 autonoom rijden op de snelweg. Het is beslist geen straf om met zo'n bedrijfswagen anno 2024-25 op pad te zijn. Ja, en dit is dus ook handig, hè? Zelfs in zo'n ProAce City kan je dus hele lange items vervoeren. Je kan gewoon een luikje openzetten, voorstoel neerklappen en je ziet het deze kokers. Nou, ik schat er toch wel een meter of 3 kan je gewoon kwijt in zo'n ProAce City. Maar zoals je kan zien, hier is weinig aan betimmerd aan de binnenkant. Maar Toyota heeft alles in huis om ook dat aspect te verzorgen. Middels vaste partners en ook op die zaken leveren zij dus die garantie van 10 jaar. Als jij dus elk jaar braaf bij de Toyota dealer komt om jouw bestelbus te laten omhouden. Zie hier loodgietersuitrusting. Keurig betimmerde vloer, harde vloer erin, ogen erin, alles is gedaan om ervoor te zorgen dat jij je werk met jouw Toyota bedrijfsbus uit kan voeren. Kijken we hier naar die ProAce Max, dan zien we onder andere dat die 13, 15 of 17 kubus laadruimte, je kan er pallets in kwijt. Deze bus is aan de zijkant keurig betimmerd, zal die ook ietsje stiller zijn, dan heb je wat minder geluid richting de cabine. Mooie boksen rondom de wielkasten. Maar Toyota heeft nog meer in huis, want als we nu bijvoorbeeld naar die kant van deze grote evenementenhal lopen, dan zie je hier onder andere Diversity in Motion met dus ook die Hilux erbij. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar we zien ook Toyota kan die bussen als zo'n ProAce Max ook een soort van casco aanleveren. Dat je hem dus kan laten omtoveren tot een versie met een open laadbak. Of je kan hem zelfs gebruiken als basis voor een camper. Maar als sponsor van de Olympische Spelen en dus ook de Paralympische Spelen heeft Toyota bijvoorbeeld ook ervoor gezorgd dat rolstoelers
ook ja, vervoerd kunnen worden. Zij kunnen gewoon in een soort van taxibusje plaatsnemen. En dat zie je dus ook in de vorm van deze ProAce Worker. Deze is helemaal aangepast. Je treft hier drie stoelen aan. En aan de achterkant zie je een soort van ramp. Zodat die auto ook op dat vlak kan dienen als personenvervoer. Erg mooi gedaan en Toyota kan het van A tot Z leveren. Welke ombouw je ook wil hebben, inclusief de garantie. Maar we hebben dus de ProAce Max, de ProAce Worker en de ProAce City. De veiling kan blij zijn, ik heb ze niet gemold. Hoe komt Toyota nou aan dat breedste bedrijfswagenaanbod van Nederland? Nou, onder andere door een auto die je wellicht vergeet. Maar ook die is geüpdate. De Hilux, voorzien van 48 volt mild hybride techniek. Zorgt ervoor dat deze pick-up, waar onder andere dus Rijkswaterstaat mee rijdt, Rijkswaterstaat kan een stukje schoner gaan rijden. Want die 48 volt mild hybride techniek zorgt ervoor dat het brandstofverbruik met 5% is gedaald en dat geldt dus ook voor de CO2-uitstoot. Altijd twee zitplaatsen als je hem in combinatie met een grijs kenteken wil. Maar je kan dan ook kiezen voor de dubbele cabine, maar er komt er wel een tussenschot tussen. Dus dit zorgt ervoor dat je heel veel spullen wel uit het zicht in die dubbele cabine kan opbergen, maar personen meenemen kan niet. Ook wordt je laadruimte dan iets korter. Maar het is niet alleen deze Hilux die het bedrijfswagenaanbod uitbreidt. Ook de Land Cruiser komt er als van. Jawel, de gloednieuwe Land Cruiser die ook over deze mild hybride 48 volt hybride diesel aandrijflijn komt te beschikken, komt er als grijs kenteken volgend jaar. Dat zorgt ervoor dat Toyota momenteel het breedste bedrijfswagenaanbod heeft. Vond jij deze video van het geüpdate Toyota Professional aanbod leuk en interessant? Dan zeg je, ik wil meer van InstaAutoVlog zien. Volg mij dan 24/7 via Instagram, Facebook en Threads. En vergeet ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Ik ben Erwin Verstegen en ik zie jullie graag in de volgende video. Doei!